Welkom bij Border Survival. Max, wat is Border Survival? Nou, ik speel Minecraft, alleen ik zit dus vast in deze border. Maar hoe kan je dan ooit het spel goed uitspelen? Simpel. Elke keer als ik een item verzamel dat ik nog niet eerder heb verzameld, wordt mijn border vergroot met één blokje. Wow, echt waar? Yup, er zijn in totaal 1048 items die ik moet verzamelen om het spelletje uit te spelen. Dus vergeet zeker niet te liken en laten we maar snel beginnen. Oké, dames en heren, welkom. Wij zitten dus vast in een border in Minecraft. En het is maar één blokje breed en we kunnen helemaal niks doen behalve deze leaf hier hakken. Welkom bij weer een nieuw avontuur. De bedoeling is natuurlijk dat we zoveel mogelijk items verzamelen en dat daardoor deze border uit zal breiden. En volgens mij zijn er echt bijna 1000 items die ik in totaal kan verzamelen. Dus laten we maar gewoon beginnen met dirt. Hier, kijk, dit is het eerste blokje dirt hebben we verzameld. En dat betekent dat de border gelijk 3 blokjes groter is. Althans, 1 blokje groter is geworden aan alle kanten. Dan kunnen we nu ook hout verzamelen. Hoppakee, dat is een nieuw blok dat we hebben verzameld. Daardoor kunnen we mooi dit weer uitbreiden. Kunnen we meloen verzamelen en dan breidt hij ook weer natuurlijk uit. Nou, op deze manier kunnen we de border zo groot mogelijk maken. En de bedoeling van deze serie is dat we alle items verzamelen die we kunnen verzamelen. Dat zijn er dus 1000. Laten we maar even rustig... Oh, sticks. Kijk, sticks had ik ook nog niet. Laten we maar even rustig beginnen met gewoon alles een beetje schoon te maken hier. Want er zit natuurlijk heel veel rommel en weet ik wat allemaal. Al die meloenen die gaan we gewoon omhakken en zo. Hoppakee. Dan maken we hier even hout van. Dat is weer een nieuw item. Dan maken we daar een crafting table van. Dat is weer een nieuw item. Die plaatsen we. Dan kunnen we nu dit hout hakken hier. Dat is volgens mij nieuw hout dat we nog niet hebben gehad. Ja. Op deze manier gaat het heel snel, jongens. En ik denk dat we zelfs de Enderdraken uiteindelijk kunnen gaan verslaan in deze game. Maar daarvoor moeten we dus wel echt heel veel items verzamelen om deze border heel groot uit te kunnen breiden. Goed, laten we even beginnen met gewoon een pickaxe maken. Zo. Kunnen we even wat steen gaan hakken? Oeh, gravel, dat hebben we ook nog niet gehad. Kijk, jongens, nu hebben we als het goed is de lobby geunlocked. En daar kunnen we kijken welke blokken we allemaal moeten verzamelen. Kijk, hier kan je zien, items collected, 10 van de 1048. Dus we zitten op 1% op het moment. En mijn doel is om op 100% te eindigen. En hier kunnen we zien welke items we nog allemaal moeten verzamelen. En dat zijn zo belachelijk veel items, jongens. Dit moeten we allemaal nog verzamelen. En zodra we dat gedaan hebben, hebben we het spel uitgespeeld. Maar goed, we waren bezig met steen hakken. Oh, ik heb flint. Dat is ook een nieuw item. Hier, laten we even wat steen hakken. Hoppakee. Kunnen we even wat stenen tools kunnen we dan maken? Houten tools maken vind ik altijd zeg maar een beetje... Je hebt alleen een houten pickaxe nodig. Voor de rest heb je nooit echt houten tools nodig, vind ik. Zo hebben we een stenen axe gemaakt. Dan kunnen we in één keer een stuk sneller gaan hakken. En de border begint al aardig groot te worden, jongens, moet ik zeggen. Het is al letterlijk, we begonnen met 1 bij 1 en het is inmiddels al gewoon bewoonbaar, zoals dit. Dus dat is al behoorlijk fijn. Als het goed is, hebben we deze ook nog niet gecollect. Nee, dat komt goed uit, want dan wordt hij nog groter. Maar deze ga ik wel gelijk weer hier even opnieuw farmen. Uiteindelijk willen we natuurlijk ook items gaan enchanten en zo. Ruimen we even die meloenen hier op. Ik denk dat ik wel even dan een meloenenfarm moet maken. Ja, ik kan ook gewoon met seeds kan ik hier een farm maken, zo te zien. Want we moeten wel op ons eten gaan letten. En om nou uiteindelijk alleen maar meloentjes te gaan zitten eten, daar ben ik niet een groot fan van. Want ja, hè. Meloenen geven echt een half stukje eten of zo. Het is echt heel slecht eten in Minecraft. Dus laten we dan maar zoveel mogelijk seeds verzamelen. Laten we ook trouwens even een kistje gaan maken. Ik denk dat ik hier wel even... Laten we kijken. Twee kistjes gaan we maken. Oh, kisten had ik natuurlijk ook helemaal nog niet, jongens. Oh, ik vind het echt leuk. Ik vind het serieus echt geweldig om te doen. Normaal is items verzamelen in Minecraft is natuurlijk iets wat je doet om er iets vervolgens mee te gaan doen. Maar deze serie draait helemaal om de items verzamelen. Hoe leuk is dat? Ik ben echt hyped. Ik ben echt heel hyped hiervoor. Maar goed, laten we even een farmpje bouwen, want dat is natuurlijk ook belangrijk, jongens. Dat kunnen we gewoon met een stenen hoe kunnen we dat doen. Die hadden we ook nog niet natuurlijk, gamer G. Maar gaan we wel lekker, moet ik zeggen. Gaan we even een shovel maken. Dan hebben we een soort van alle items die ik ooit nodig ga hebben. Ga ik heel even wat dirt verzamelen. Ik wil wel een klein beetje een efficiënt farmpje hebben. Dan vullen we het een beetje op zoals dit. Maar dan wil ik wel van die spotjes watervrij houden. Zodat dat natuurlijk gewoon de zaadjes zal kunnen bevruchten. Dat is niet helemaal waar hoe ik dit zeg. Maar jullie snappen wat ik bedoel. Jullie kennen Minecraft inmiddels wel. Anders kan de zaadjes natuurlijk niet groeien tot wheat. Daar komt het gewoon letterlijk op neer. Mijn stomme verhaal waar ik gewoon niet aan mijn woorden kom. Planten we dit vast in de tussentijd... Want terwijl we bezig zijn, kan het dan lekker gaan groeien. Wat een prachtige farm tot nu toe, jongens. Het ziet er echt niet uit, maar het is gewoon prima. Zolang hij werkt, is het helemaal goed. En ik moet nu ik me besef, ik heb fences heb ik natuurlijk nodig. Uiteindelijk ook als item om het spel uit te kunnen spelen. Dus wat nou als we gewoon ook even een paar fences maken, dan blokken we het gelijk even netjes af. Hier, fences, die hadden we ook nog nodig. Doen we gelijk even netjes een beetje dit zo afblokken.
Zo, dan wordt dit ongeveer mijn mooie farm. Hoppakee. Dan wordt het donker en dan hoop ik dat er geen monsters spannen. Ik weet niet hoe dat... Oh, deze had ik ook nog niet. Een appeltje en een sapling. Dat ging snel. Dan hoop ik dat monsters nog niet gaan spannen. Anders wordt het namelijk een erg moeilijke nacht. Voor nu heb ik nog wel even genoeg meloenen om het te overleven qua eten. Hé, een rood bloemetje. Dat had ik ook nog niet. Hoppakee. Jongens, de wereld wordt al erg groot. Laten we even wat saplings hier plaatsen in de tussentijd. Ik denk dat monsters nog niet spannen. Ik denk dat het later komt op het moment dat monsters spannen. Maar ik wil hier niet zijn om erachter te komen. Dus ik ga lekker de mine induiken. Kijken of we even wat kool kunnen vinden, zodat we toortjes kunnen maken. En misschien al gelijk wat ijzer voor wat betere tools natuurlijk. Nou, we vinden echt letterlijk gelijk kool, jongens. Moet je zien, we zijn nog niet eens zo lang onderweg. Hoppakee, kool. Dan... Oh, ik heb geen ding bij me. Laten we het even allemaal hakken. Dan kunnen we gelijk even wat toortjes maken. En we hebben ijzer gevonden, jongens. Het is niet te geloven. IJzer en gelijk kool. Wat een succes dit. En ook andere blokken die ik allemaal nog niet heb gehad. Oh, dit is echt geweldig dit, hé. Oh god, er spannen wel monsters. Ik had ongelijk. Ik denk, er zullen misschien nog geen monsters spannen. Maar dat is niet waar, jongens. Dus laten we even snel dit halve boompje hier hakken. Even sticks maken. Dan maken we wat toortjes zo. Meer zijn er niet nodig. Plaatsen we die hier en daar eventjes netjes. Oh god, er spannen echt al heel veel monsters. Waar komen jullie ineens allemaal vandaan? Net was er nog niks. Maakt niet uit. Ik bedoel, ik denk niet dat ik dood aan ga. Maar ik krijg wel heel veel nieuwe items ervan. Dat is wel heel fijn. En er zijn ook in één keer hier allemaal vissen en zo. Die waren er net ook nog niet. Oeh, redstone wil ik zeggen. Gunpowder, dat heb ik ook nog niet. Kom hier. Gunpowder is ook voor mij. Laten we alles maar even netjes hier belichten. Zodat er niet nog meer heel veel monsters bij gaan komen. Zoals deze vriendelijke zombie hier. Niet dat ze heel vervelend zijn hoor. Maar creepers zijn gewoon vooral fans. Als je dat te laat door hebt, dan worden in één keer je kisten opgeblazen. En weet ik wat allemaal. En dan ga je weer dood. En ik zie het allemaal wel weer gebeuren. Jullie zijn ook vervelend. Skeletons haat ik echt. Skeletons en creepers zijn nou de enige echte vervelende mobs in Minecraft. Oh, dat zijn er ook echt allebei tegelijk. Ja, dat bedoel ik. Skeleton en creepers. Wordt het al bij de dag? Oh, het is nog niet eens op de helft. Het gaat ook zo traag met die meloenen. Ze hebben mijn basis overgenomen. Kijk ze nou. Staan daar met z'n allen. Hij staat eigenlijk trouwens alleen. Oké, we zijn weer bijna helemaal geheeld met die trage meloenen. Komt ie. Psych. Oh, mijn god. Het zijn er drie. Never mind. Doei. Het zijn er drie. Oh, wacht. Misschien kan ik ze elkaar laten killen. Als ik geluk heb, dan kan ik een beetje mikken waardoor ze elkaar boos maken. En dan gaan ze elkaar doodmaken. Wacht, let op. Dat is tactiek, hè, jongens. Kijk. Oh. Dan moet je wel een beetje geluk hebben. Oh, ja, jou ga ik gewoon doodmaken. Oké, dat is gelukt. Oh, een boog! Heb ik ook pijlen? Ik heb geen pijlen. Dat vind ik nou weer net jammer. Deze skeleton is snel. Oh, hij gaat me doodmaken. Oeh. Joek. Oeh. Oké, dan kan ik het snel aan de andere kant van het eiland belichten. Of van het eiland, het is geen eiland, maar zo voelt het een beetje. Omdat ik in een border zit. Als deze zombie me doodmaken, schaam ik me echt kapot. Ik ga dood. Een half hartje. Wat een geweldig avontuur. We gaan wel gewoon even rustig minen totdat het probleem is opgelost van de monsters boven. Dus we komen straks wel weer terug. Moet daar even opletten dat mijn pickaxe niet stuk gaat. Dat ze zonde zijn. Nou, zonde. Vervelend. Hooguit. Oeh, een grot gevonden, jongens. Oké, dat is leuk. Dat betekent dat we waarschijnlijk veel kool en ijzer kunnen gaan vinden. Want dat vind je meestal in grotten. Dus laten we even voorzichtig kijken wat we hier allemaal kunnen vinden. Kijk, ijzer daar al. Is goed. Creëren we even snel een simpel trappetje voor mezelf. Met licht hier en daar. Killen we deze guy even. En dan hopelijk killen we deze creeper ook even. Kom maar hierheen, creeper. Dan kan ik je gewoon even slaan. Zo, en dan ontplof maar. Vind ik helemaal prima. Oh, kan ook. Oh, of ga gewoon dood. Dat is ook helemaal prima. Belichten we het snel? Ja, dit kan wel uiteindelijk eindigen in een cave die interessant is, jongens. Alleen we kunnen nog niet verder door de border. Dus laten we maar het ijs rakken en dan weer snel omhoog gaan. Want ik denk dat het inmiddels wel weer dag is. Dus veilig voor al die skeletons daarboven. Irritante rotbeesten. Oh god, ik hoor ze nog. Hallo, is het veilig? Het is nog nacht. Maar het is wel aan de maan daar te zien bijna dag. Dus laten we gewoon vast naar boven gaan. Ik denk dat die skeletons... Oh, daar zijn ze. Oké, dan gaan die zo meteen waarschijnlijk dood door het daglicht. En dan kan ik snel alles even goed belichten met toortjes. Dat de volgende nacht even wat makkelijker is. Nou, het is weer dag, jongens. Laten we even een furnace maken. Hebben we ook als het goed is nog niet eerder gemaakt. Nope, nieuw item. Plaatsen we mooi hier. Dan smelten we even het ijzer om. Dumpen we even alle troep die we op het moment niet nodig hebben. Oeh, de sugarcane moet ik wel opnieuw planten natuurlijk, hè, jongens. Laten we dat maar gewoon even hier doen, aan deze kant. Hier kom ik denk ik toch nog niet veel. Hier is alleen maar water en oceaan en weet ik wat allemaal. Ik denk dat ik in de toekomst pas veel hierheen ga om bijvoorbeeld die vissen te
doden. Ik weet dat het is gemeen, maar ik heb de items nodig. Zo, iron ingot. Dan kunnen wij maken een mooie ijzeren axe. Hoppakee. Hakken we even wat boompjes om. Hebben we ook gelijk een beter wapen, jongens. Want ik gebruik een axe in Minecraft altijd gelijk als wapen. Een zwaard vind ik altijd zo nutteloos. Je kan net zo goed gewoon een axe gebruiken. Zeker als je niet echt gaat pvp'en tegen andere spelers, is een axe gewoon helemaal prima. Gaan we het heel even belichten zoals ik net al zei. Maar dan moet deze skeleton wel dood. En ik denk dat ik de zon gewoon zijn werk ga laten doen. En belichten we het even snel dan... Oh, schapen, jongens. Die gaan we niet doden. Ik ga zaadjes... Of nee, wheat moet ik even hebben. En ik heb natuurlijk wat skeletons kunnen killen. Dus misschien hebben we ook wat botten. Dan kan ik namelijk even dit laten boommielen. En dan kunnen we die schapen opsluiten. En dan hebben we gelijk waarschijnlijk een schapen... Ik heb geen botten, dat meen je. Zoveel skeletons, maar geen botten. Er ging er net eentje hier dood. Heeft hij een bot gedropt? Dat meen je. Oh my days. Oké, dan moeten we het even moeilijker doen. We maken even wat nieuwe fences. Zo, dan maken we een hokje. Ik kon het eigenlijk ook wel gewoon in de grond doen. Maar hè, laten we het maar even gewoon simpel hier doen. Het hoeft er even nog allemaal niet heel mooi uit te zien, jongens. Dat komt allemaal natuurlijk nog wel, dat weten jullie. Jullie kennen me inmiddels, het moet er altijd mooi uitzien. Oké, hoe gaan we die schapen meenemen? Daar zit ik nog even over na te denken, want die waren hier. Ik kan je gewoon duwen. Het liefst wil ik gewoon met seeds of met wheat jullie meenemen. Maar ja, hè? Die skeletons hebben allemaal niks nuttigs gedropt. En mijn wheat is nog niet klaar, zo te zien. Maar ik ga jullie wel echt nodig hebben. Ik help wel even. Ik duw je wel even naar de overkant. Het is niet te doen, jongens. Ik zit echt te klooien met die beesten. En het is niet te doen om ze zonder wheat, zeg maar, de goede kant op te sturen. Dus hoe gaan we dat doen? Weet je wat ik bij jou doe? Jou ga ik sowieso hier even in een klein hokje duwen. Dat je niet meer weg kan lopen. Dan voel ik me al heel... Oh, je loopt nu al weg. Oké, prima. Dat wou ik zeggen. Daar voel ik me veilig bij. Maar dan moet je wel meewerken. Weet je, ik ga je vanaf hier hitten. Komt je? Oeh. Oh, je viel er bijna in. Het was bijna een succes. Ja, oké, jij zit in je hokje. Helemaal prima. Nu hij nog, alleen hij zit op een hele vervelende plek. Weet je, we hebben wel zaadjes en ik zag ook een kip lopen. Dus we kunnen het kippetje kunnen we wel meenemen, al moet ik zeggen. Ik weet niet waarom ik een kip wil. Daarentegen, ik moet alle items hebben. En alle items valt ook een taart onder. Dus ik denk dat we deze kip wel mee moeten nemen. Als we ooit een taart willen maken, dan hebben we eieren nodig. En veren en weet ik veel wat allemaal. Dus kom maar mee, kippie. Uiteindelijk heb ik je toch wel nodig. Ik moet echt over dingen nagaan denken met deze serie, jongens. Waar ik normaal nooit over na zou denken in Minecraft. Oh, god, dom beest. Kom dan gewoon hier zo. Je kan toch over de deur lopen? Wat ben je moeilijk aan het doen? Moet je setje geven? Hij denkt dat het hem niet lukt omdat hij hier langs wil. Zoals ik de borden waarschijnlijk eentje breder maak, moet ik even een item maken die ik nog niet eerder heb gemaakt. Red dye bijvoorbeeld. Prima, red dye. Hoppakee. Kan je nu wel? Oh, je wil nog steeds eromheen lopen voor een of andere reden. Hier over het water zo. Ja, hè, hè. Stom beest dit. Kom maar, kippie. We gaan gewoon hierin. Zo, juist. Dan doen we dit dicht. Oh, ik moet er natuurlijk wel nog uit. Zo, dan schapen komen wel zodra dat gegroeid is, jongens. Dan doe ik die schapen wel. Ik heb er eentje toch al opgesloten. Die andere komt vanzelf wel. Dan wil ik nog heel eventjes doormijnen totdat mijn pickaxe stuk is. En ik weet dat ik hier best wel een goede mindsessie had. Dus we gaan ook even verder hier. Oké, er is helemaal niks nuttigs uitgekomen. Ik heb een beetje doorgemined. Mijn pickaxe is stuk, maar er is vervolgens niks gebeurd. Planten we deze seeds ook nog eventjes hier zo. Ik denk dat ik dan even alle andere seeds ook ga proberen te farmen. En op zich gaat het best wel snel. Ik denk dat ik er niet heel veel meer nodig heb. Want uiteindelijk gaat die farm natuurlijk voor zichzelf zorgen. Ja, 20. Helemaal prima. Planten we helemaal netjes vol. Hoppakee, zo. En nu moeten we wachten tot het allemaal is gegroeid. Oh, het gaat regenen. Nee, daar heb ik zo geen zin in. Daar heb ik echt geen zin in de regen. Ik denk dat ik in de volgende video wil kijken waar dit allemaal heen leidt, deze grot. Het schaap is zo te zien ook helemaal naar beneden gevallen. Maar ik ben benieuwd wat ik hier allemaal ga vinden. Waarschijnlijk wil ik in de volgende video ook gaan beginnen met een huis bouwen, jongens. Of een huis bouwen, op zijn minst een onderkomen. En even kijken. Oh, er is daar een schaap gespannen. Dat is goed. En meerdere kippen. Wacht even hoor. Die kippen gaan we even meenemen. Schaap moet ik nog even geduld mee hebben, want ik heb nog steeds geen wheat. Maar deze twee lieve kippetjes hier, die kunnen we alvast mee. Kom maar jongens. Oh, een ei. Kijk, dat bedoel ik. Dat soort items heb ik ook gewoon nodig. En dan breed ik jullie wel gewoon bij elkaar. Hoppakee. Dan is dit nu het kippenhok. Originele naam, het kippenhok. Hier, dan gooien we zelfs het ei gooien we weg op. Oh, sorry. Ik gooide precies het ei op jou. Dat was niet eens mijn bedoeling. En dan nu gaan we even kijken hoeveel progressie we hebben gemaakt. Goed, daar zijn we weer. We zitten inmiddels op 3,7%. Jongens, we begonnen deze video natuurlijk op 0%. We hebben 39 verschillende unieke items verzameld van de 1048. We hebben nog maar 0,1% van de wereld geunlocked. En we zijn al 38 minuten aan het spelen. 0 keer doodgaan. Oh, nog 0 keer doodgegaan. Dat gaan we volhouden. Maar zoals je kan zien zijn er nog meer dan genoeg items die we moeten verzamelen. Oh mijn god, ik moet inderdaad helemaal naar de end gaan. Zie ik nu ook purple blokken en zo. Die moeten we ook allemaal verzamelen. Allemaal nether blokken. En wat ik ook zag voorbij komen,
Ja, deze blokken, Shell Creakers. Dus ik moet ook naar een Ancient City uiteindelijk. Nou, dat gaat spannend worden. Wij zijn in ieder geval klaar met de video voor vandaag, jongens. Waarschijnlijk in de volgende video, zodat we allemaal gegroeid zijn, kunnen we met de schapen beter dingen gaan doen. En dan gaan we veel meer nieuwe progressie maken. In ieder geval, hier nu in de regen ga ik de video afsluiten. Even een kleine disclaimer, geen zorgen. Content Veen, blijf ik ook gewoon lekker doen, jongens. Ik zie de reacties nu al verschijnen. Ga je nog ooit wel Content Veen doen? Ja, natuurlijk gaan we nog Content Veen doen. Daarover gesproken zelfs. Kijk lekker deze video. Dit is Content Veen. Heb je die nou nog niet gezien? Moet je hem zeker even kijken. Dit is mijn survival serie. Waarin we belachelijk veel leuke dingen bouwen vooral. En ik ben heel trots op deze serie. Ik ben een piraat. Die moet je even zeker even kijken. En nu spreek je later. Glaasje water, tilt 4, flesje bier. Tot de volgende keer.